En ik heb Rode Vis gezegd en bij deze zet ik dat even recht. Het is Rode Vis, de co-sponsor van deze vierde koers. Rode Vis, dank daarvoor. Dames en heren, de uitslag is in totaliteit officieel. De koers is gewonnen door de twee Golden Avenue, kilometertijd 1:20:01. Tweede geplaatst nummer 4, Diamond Twix. Derde de 10, Brialo Toise. Vierde de 8, Crème de la Crème. En vijfde de nummer 9, Chaman Rapida. 2, 4, 10, 8, 9, officieel. En daar komt Fred Handelaar aan en ik sta met de eigenaar op dit moment, de familie Minima. Zij bezitten deze Golden Avenue. Een pas 4-jarige bruine ruin, Alien Donon uit Volpix Himia, gevokt door het verzet van de familie Minima. Bas Krebas, de trainer, en Fred Handelaar, de amateurrijder van dienst. We gaan over tot het huldigen van de winnaars. Als eerste wordt door de eigenaren de trainer gefeliciteerd. En dan is Fred Handelaar aan de beurt. Fred, je zegt tegen de eigenaren, dank voor het vertrouwen. Ja, er heb denk ik nog weinig anderen als de eigen zoon achter gezeten. Dus dan is het toch altijd even weer wennen voor ze, denk ik. En was het een auto? Ja, geweldig. Nee, oppermachtig. Heerlijk paard. Paard loopt 20-1. Ja, pittig tempo. Ik kreeg van start af natuurlijk eentje die me ook even opduwde. En ik wou duidelijk signaal afgeven, de kop valt niet te halen. Dus dan gaan we maar een stevig tempo rijden. En dat kan ze. Hij is toch aardig handig voor zijn maat, hè? Ja, absoluut. Het is natuurlijk een kasteel van een paard. Maar nee, hoe die ook handig het band uitroetst en door de bochten, voortreffelijk. Voor dit paard kom jij graag naar de grasbaantjes. Ja, natuurlijk. Maar ook een andere baan, hoor. Heel mooi, Fred. Dankjewel. Fred Handelaar slaat toe met het kasteel Golden Avenue. IJzersterke winnaar. 20 rond, of 20 en een klein breukje in ieder geval. Tijden die je niet vaak hoort op de grasbanen. En daar kunt u dan zo dadelijk extra voor in de handen. De winnaars van de NAC en Rode Vis uit Urkprijs zijn geworden Golden Avenue en Fred Handelaar. En hij komt aan u voorbij, dames en heren. Onze nationale trots bij de amateurrijders kon vandaag lezen en schrijven met paard nummer 2, Golden Avenue. Kasteel maakt het hier volledig waar in de vierde koers. Uw applaus voor Golden Avenue en Fred Handelaar. Dames en heren, we gaan het programma vervolgen met de vijfde koers. Stucadoors bedrijf Kemper Krijger.